In Maassluis, Excelsior Maassluis thuis tegen Rijnsburgse Boys. Daarvan Zeka, een van de uitblinkers natuurlijk in de ploeg van Corneille. Langendijk zet druk. Dit is een tekorte terugspeelbal. Langendijk gaat hij daarvan profiteren. Langendijk, het is 1-0. Geprutst in de laatste linie bij Rijnsburgse Boys. En Langendijk met nummer 4 van het seizoen. En de voorsprong dus voor Excelsior Maassluis. Ja, hier weet de voormalige aanvaller van onder meer Sparta en Go Ahead wel raad mee. Rijnsburgse Boys. Weg is weg. En daar ligt Abbas. Dat is een centrale verdediger. Die wordt vervangen door Urbanus. Een verdediger voor een verdediger. En dan is het weer 11 tegen 11. Spruit. 1-1. Nee, de Kloeze keurt hem af vanwege Hens van Zelderust. En de scheidsrechter is er heel erg zeker van dat dit een hensbal was. Zelderust dacht aan de 1-1. Daar vond Zeka. Goed doorbewogen door Davon Seca. Langendijk. Langendijk. Balbezit even voor Excelsior Maassluis. Davon Seca vindt Langendijk. Langendijk schiet en 2-0. Zonneveld kansloos. Althans, heeft geen verweer op de inzet van deze Langendijk. Lekker geschoten. En zo staat het 2-0. Balbezit blijft voor Excelsior Maassluis. Langendijk, de man van de wedstrijd natuurlijk. Urbanus, de 1-2. Urbanus, boem! Zo! Dit is een kogel. En het staat 3-0. Nog voor rust maakt Excelsior Maassluis korte metten met Rijnsburgse Boys. Die is lekker opgezet. Het is een heerlijke knal. Allemaal voor rust, zelden rust. Nou, de beweging is er, het schot is er en Box met een goede reflex. Raakt daarbij licht geblesseerd, maar de doelman kan verder. Tweede helft, ruststand 3-0. Assante. Nou, ga liggen, dan is het een strafschop. Nu is de redding van Box. Niet lopen met de bal. Op de hakken getrapt door Hilteman bij Wennekers. En Hilteman krijgt de bal. Omdat Box natuurlijk dramatisch uitverdedigt. De oudspits van Volendam met de 3-1. Pikt hem op en maakt het beheerst af. Handig gedaan. Miscommunicatie bij Rijnsburgse Boys. Daarvan Zeka. Er zijn lopende mensen, zoals hier. Touray. Met de kans op 4-1. Maar het lijkt er dus naar uit te zien dat Excelsior Maassluis weer deze wedstrijd gaat winnen. En Rijnsburgse Boys verliest voor de derde maal op rij. En Jacks League de zege verdient voor Excelsior Maassluis.